Remco, nogmaals dank dat je even tijd hebt voor ons. Vorig jaar is het allemaal begonnen. Heel spannende tijd, maar het resultaat is er nu. Ja, zou je wat kunnen vertellen wat JTP voor je gedaan heeft? Ja, doe ik zeker, Daniel. Nou, vorig jaar, dus 2010, zijn we elkaar nou min of meer per toeval ontmoet via een collega. Wij waren op zoek naar advies op strategisch marketingniveau. We zijn al een tijdje bezig, maar we zochten eigenlijk onze ware identiteit. Nou, jullie hebben ons eigenlijk verrast met een advies die voor ons voor een keuze zette. Die niemand dat zo aandurfde. En dat vond ik wel heel erg prettig in jullie benadering. Oké, juist. En kun je vertellen wat heeft jij dan, JTP onderscheidt dat dan van andere bureaus? Ja, nou, dat is eigenlijk uitgaan van eigen kracht. Dat weet je, niet papegaai, niet... Ik heb een wens en ga die wens vervullen. Nee, uitfilteren van waarom heb je die wens eigenlijk en is dat wel de juiste of heb je er ook anders naar gekeken. Dus jullie hielpen ons echt na te denken over onze wens en ook dat de discussie te durven stellen. Dus niet zomaar zeggen, oké, dat wil je, u vraagt, wij draaien. En dat deden de velen wel. Juist. En het proces, heb je dat ervaren als kreeg wat je zei, de samenwerking met JTP? Nou, ik kan beter bijna andersom vragen. Ik ben nogal een moeilijk iemand, dus jullie hebben mij wel doorstaan. Nee, die procesbegeleiding, ook daar kan ik alleen maar vol lof zijn. Geduld met mij, geduld met de wens van de klant. En dat elke keer toch een piketpaaltje durven slaan. Oké, deze keuze hebben we gemaakt. Hè, wat ook vaak gezegd werd, kunst van het weglaten. Nou, dat durf ik ook niet. Hebben jullie ook weten te activeren van joh, stop nou eens met alle informatie, wij weten het wel. En dat is eigenlijk het gaande proces zo gegaan. En daar zijn mooie dingen uitgekomen. Mooie dingen als een presentatie. Dus niet oudbollig een PowerPoint, maar echt een stoere presentatie. Goed kunnen gebruiken. Begeleiding van het boek. Jullie ideeën ook, in plaats van een brochure te maken, een boek te maken. Een tastbaar bewijs van wat we doen. Ja, en heel benieuwd natuurlijk naar de website die jullie ook hebben gemaakt eigenlijk. En, dus ja, eigenlijk helemaal goed.